Hoe kan hij dat nou zien? Ik gooide die painting in de deur. Fuck it, we doen het de hard way. Xander, is je voor? Ja. Security deur openblazen. Ja. Kankerzooi. Maar er is nog zo'n guard. Ja, maar dat maakt nu niet meer uit. Die overheid gaat tering lang duren, dat weet je. Ja. Maar als we allemaal in dat kamertje gaan zitten. Ik kan langs het dak naar binnen, jongens. Als je daar op die rand springt, ja, hero. Clear. Ik start de overheid. Marijn, die kan hier op het ding naar jumpen. Een minuut is zacht uitgedrukt, 5 minuten. Oké. Okay. En de security room. Ik geef kijken waar alle paintings zijn, snel. De lobby is dicht trouwens. Ja, ja, die gaf zelf open. De politie kan ook niet. SWAT gaat door de muur. Oké. Okay. Hal D, ink painting. Ik kom ook vanuit de wc. Hal E, ink painting. Ook echt belachelijk, hè? SWAT gaat even de muur doorbreken. Waar kunst is. Taser. Ah, kak. En we're back in het midden. Alles clear. We hebben heel veel resistance. Het dak wordt kapot geschoten. Kut, ik kan niet Iedereen in de security room in. Security room in. Ik wil wel, maar ik zit heel vlak dat hier gevraagd hebben. Ik ga omlopen. Oh, kanker. Oké, okay, ik ben kom nu terug. Kom maar terug. Kom maar terug. Ik heb je rug. Het is clear. Go, go, go. Deze kant op. Yes. Tering. Je kunt hier room in. Sander, kom naar binnen, snel. Ik kan net niet bedenken dat je ook door het dak kan. Wat dan, hè? Ja, doe ze ook. Zij van. Marijn, kom. Marijn, kom in het ding. Hier. Hup, 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 hup. Hier zo. Laat de mijne maar het werk doen, vet. Zeef jij hem ook. Nog 2 minuten, dat kunnen we wel houden. Oké, okay, ik weet waar een painting is. Marijn, neem je die mee? Je kunt gewoon sprinten met die painting. Hij ligt achterin. Wat? Zo. Maar dat kunnen we ook meer dan een pakken of niet? Ja, maar ik weet waar er zijn, dus ik ga die snel pakken zo dadelijk. Daar die ding open is. Oké, weer heel snel ammo en dan ga ik weer weg. Ik dank je. Ik ben goed. Kom op, die overheid schiet erop, man. Anderhalf minuut. Volgende keer zeggen toen nemen Rick en Marijn heavy armor mee voor het geval dit nog eens gebeurt. Ik heb heavy... Oh nee, ik heb geen heavy armor. Nee, we zitten allemaal in de laag, vent. Ja, inderdaad, maar nu weten we het kunnen doen, hè. Ja, daarom. Zo kan het ook. Als we een zaag hadden, ging het nog sneller. Maar dat maakt niet uit. Ja. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Het is hard. Het is easy. Voor ons wel, ja. Voor hen ook. Gewoon die deur in de gaten, als we daar eentje zijn kop voorbij steken. Oké.
de dingen gaan open als precies de zon bijna voorbij is, dan gaan we gelijk zoeken naar paintings met rode stickers ernaast. Snap je dat? Het is gewoon schilderijen met rode stickers ernaast klaar. That's it. Kunnen we die al zien of nog niet? Ja. Wat dan? Ja, zie je al, maar je kijkt ook niet compact. En hal D zat er nog eentje. Rechts naast de deur, aan de andere kant van dat muurtje met ik ga wel met Xander mee. Marijn, ga jij dan met Michael mee? Marijn heeft al een painting. Laat de painting gewoon even hier vallen. Dan ren ik wel... Ja, voor de painting dan maar hier. Je moet elke painting pakken, tenminste. Ja, het liefst een stuk of 6 hebben we er nodig. Ja. Overuit, 7, 6, 5, 4, ik ga naar rechts, 3. Rick. Nee. Ik ga ook naar rechts. Peter, nee. Laten zijn 2. Achter je, Michael. Hier is er 1. Taser. Hier, Rick. Ja, ik hoor het. Hier hangt er nog 1. Hallo. We hebben er nu 4. Ik heb er 1 voor je voeten gegooid. Hey, laat hem liggen. Ren hem. Daar moeten we niet heen. Nee, deze kant, vent. Hier is er eentje met een rode sticker. Ik heb jou even hulp nodig. Carver, nu. Snel sprint. Rick, hetzelfde als die weapon bags. Gewoon gooien, move. Pakken, gooien, verder move. Verder zoeken. SWAT! Shit! Kankerlaaier. Nice, dank je. Oké, okay, alle deze kamers zijn leeg. Op naar de volgende. Niks. Clear. We hebben er hier 4 liggen, maar hij komt met zijn dingen. De 5, als het goed is. Hoezo? Ja, ja. Ik heb allemaal in de security room. Hoppa. Nee, we gaan verder. Wou je ze nu al brengen? Ja, als we het toch pakken en we houden stand. Als ze niet even aan kunnen. Ja, tuurlijk. Het zijn maar simpele kutpolitie. Pak je paintings, jongens. Oké. Okay. Ja. Ik pak even nog wat ammo en dan kom ik naar jullie toe. Nu. Ja, ik ben gereed. Ja, ik loop achter jullie aan. Contact. Daar kan ook die paintings die daar liggen. Ja. Ik heb de laatste. Jonas dus. Kom naar mij. Sandy, heb ik even. Gaan wij deze camera even zoeken. Politie. Jongens, ik heb assistentie nodig hier. Ik kom je helpen. Oké, okay, we hebben alle paintings, jongens. Mooi. Zijn er 6. Kom. Ah, oh, ik hoop dat hij even naar zijn gewijs. Pas op, we komen achter ons. Ja, hou ze bezig. Ja! Oh, ik hoop dat de politie alleen een beetje meevalt nu. Zie je ze daar liggen? Gooi ze tussen die auto's. Rick aan de andere kant. Nee, je gaat langs voren. Stom, stom, stom. Even kijken waar die dingen zitten, kerel. Ik gooi het over, ja? Ja. Snipers, kutzooi. Dat maakt het heel moeilijk voor me. Auw, ik kan nog steeds geraakt worden. Achter een auto. Wat de hel. Sniper nu. Hebben ze? Sniper, ja. Dak. Mooi. Rennen. Dekking. Wacht, het genereert. Een beetje halo stijl. Ja. Ja. Oh, kanker, kanker, kanker. Pak die laatste painting en gooi hem in de truck. Wow. Oh. Oké, okay, Marijn, gooien. Yeah! We hebben ze nog steeds allemaal, dus dat is mooi. Ja, escape, doe je heavy armor aan. Yep. Ja, ja, bla bla bla, hou je kaak nou.
Dat geouwe hoer van die gasten, daar word je toch doodmoe van, hè? Kijk, heavy combat. Nu heavy vest. Oh ja. Ja. Daddy up. Oké, lang de paintings in de trein, maar gooi ze nog niet op de tafel in de trein. Gooi het even op de vloer rest. Ja, en nu mag je de paintings op de tafel gooien. Kijk, als je niet door het raam gooit, dat deed ik ook al eens. Get the paintings on the table and keep your spider sense tingling. We hebben 6 paintings, dat is heel nice. Heel nice. Ja, maar we hebben bags of net maar 4 meegenomen. So that's 6 paintings. Good. Ik gooi de denk maar naar boven. Jullie pakken de cash zakken en gooi ze naar hier waar ik sta. Okay folks, everyone into the train. Daar zitten we al. Alright, our dealer is here. Hold on for a second. Echt een heel domme methode dit trouwens, maar. Okay, now remember. One bag of cash for every painting. Gooi wij het omhoog, Michael? Ik gooi het al omhoog. Ga snel genoeg. Dan de rest dekken. Nee, jullie gooien de cashzakken helemaal naar die andere kant van die trein, waar ik net stond te springen. Waar ik is. Okay, throw me the paintings and you'll get your money. Here's your cash. Ik heb een geldzak. Great, money's coming down. Thanks. Here's your cash. Great, money's coming down. Nou komt het SWAT in één keer. Everything. Nice doing business with you, gentlemen. Of niet? Oké, gaat ie. Ik ga even die civilians pakken. Gooi het geld maar over. Naar mij en dan gooi ik het door. Ik heb die civilians in de politiebellen, heb ik. Als goed is geen schot meer. Maar dat hebben we nooit gehad. Vroeger was het gelijk, had je ineens een keuze. Was het gewoon ja. Nee. Oh, lag spike. Dus nu hebben we het gewoon makkelijk. Hoeveel gooien? Eén spat. Nice, lekker rustig voor een keer. Het was namelijk chaos. Dus dat kwam SWAT overal in breachen en shit. Vet irritant. Wat hebben ze nu gedaan? Bane heeft camera's en die paintings gedaan. En dan op dag 3 kunnen jullie die gebruiken om in het huis te kijken. Oh ja, dat huisvertering lastig. Moet je echt gaan zoeken en shit. Yep. Voor die hard drive en al die crap. Ik denk dat we hetzelfde techniek als we daarnet kunnen gebruiken. Hun 2 op de camera. Ja. En wij 2 met... Ik ken dat huis van binnenuit, vent. Dus ja. We hebben helemaal geen armen nodig. Als het faalt, gaan we gewoon overnieuw, want anders... Waarom zitten dan camera's in die paintings? Wilde die gast beroven nog of zo? Ja, want hij heeft een geheime kluis. Er zit goud in, als het goed is. En we gaan koken in zijn huis leggen. Oh ja, we gaan hem trappen. We hebben alles. That's it. Ja, stap maar in. 112 grand secure. Hoppa. Ja, per zak, hè? Ja. Is het? Ja, inderdaad. Dat was echt gewoon de meisje uit de streek ooit. Ik voel me gebruikt. Volgende keer richt ik die andere machine gun in zijn gezicht. Misschien gaat die dan dat ligt in die kamer voor de slaapkamer, in die hal. Ligt die. Okay. Ik zie het inderdaad, je hebt het gemarkeerd. Daar ligt er iets. Geen camera hierboven. Ik zie niks liggen. Wacht, laptop misschien.
Ga naar binnen. Public office. Daar ligt zijn We are in the wrong line of work, gentlemen. Ja, kon je het mechanisme met de guards afrekenen? Eerst guards gewoon allemaal? Oké. Ja, eerst guards en dan objecten. Tenzij je ernaast bent, dan mag je hem gewoon pakken natuurlijk, maar... Ja, ik snap het. Ik volg jou. Container boven. Dat was ik, die markt. Ik kan nog maar één niet pakken nu. Michael, er komt er één boven, die kunnen we arresten zometeen. Ja. Nou. Oh, ja. Ja. Ik ga heb je meer? Flank. Pak jij hem langs haar, pak ik hem ook langs haar. Wachten. Ja. Deze kant. Niet voorbij het glas lopen, niet terug bij het glas daar. Juist, we hebben hem. Mooi gedaan. Als ik hem convert, gaat hij schieten op die guards. Shit! Get your hands up! Get your hands up! No sudden movement! Stick him up! Put him up! Nice, goed gedaan. Ik houd het in de gaten. Is er niks gealarmeerd dus? Nee. Nee, want ik begon hem op te slaan. Omdat hij blijft. Netjes. Back hem, gooi hem in die hoek weer. Ik let wel op de guards. In die hoek daar. Goed geïmproviseerd, vent. Oké. Ik ga toch mijn tratwapen in zijn gezicht daar hoor. Ik heb toch een silencer erop zetten. Ik hou de andere trap in de gaten, maar ga niet naar beneden trap. Wat zie je op de camera, jongens? Moeten ze marken voor me? Nou, daar ben ik mee bezig, maar ik zie er heel weinig. Het enige wat waar er heen loopt is bij de keuken en bij de woonkamer. Kunnen er minder zijn, hè? Bij de slaapkamer loopt er ook een rond. Oké, dan ga ik daar naartoe. Xan, hou jij onze grote vriend op het dak in de gaten? Ja, alleen... We hebben nog één pager over, hè, dus voor jou. De camera's zitten nu ook weer allemaal op andere plekken, dus. Hebben we nog één pager over? Ik heb er nog maar één gebruikt. Shit. Camera. Oh, je bent in zicht. Ja, ik weet het, ik zag het. Ik was op tijd weg. Oké. Okay. Ik kan er voorbij, geen probleem, maar dan kan ik niet 1, 2, 3 terug, dus dat is een risico. Geef terug naar boven. Ja. Pak die camera, die kantoor ernaast, die ik gepicklockt heb. Ja. Mark. Ik zie nog een licht op de achtergrond. Er. Ja, ik zie het. Hij is bij de trap. Het mannetje erachter zie ik niet. Dude. Er is nog eentje die een trap opkomt. Hij hoort het. Je kan het net redden op tijd. Wacht. Oh, please, 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 please. Ik ga hem pakken. Nice. Je kan het nog, vent. Zijn ze allemaal neer? Ja. Oké, daar komen wij in. Wacht, nee, ze zijn nog niet allemaal neer. Maar ik heb al de guards die jullie zagen, heb ik neer. Blijf daar, jongens, pas als ze alles gestield hebben en zo. Oké, dat saai is, maar even geduld. Oké, we kunnen nog één page beantwoorden, vent. Dat was al heel goed, hoor. Jezus. Ja, zeker weten. Eén page erover. Zoek die laatste kaart, alsjeblieft. Het is ook de laatste kaart inderdaad. En hoef alleen die camera's neer te schieten, klaar. Ja, neerslaan liefst. Ja, slaan eigenlijk, je hebt gelijk. Als jullie de laatste kaart vinden, dan zijn wij blij. Ja, ja, Been, hou je kaak en zeg nou iets nuttigs, man. Ik hoor hem, hij zit hier beneden, tweede verdieping, denk ik. Ik kan langs daar naar beneden als het goed is. Nu durf ik het wel aan. Ik zie nog een lamp in de, op een muur schijnen bij de keuken in de buurt. Dan is die mannetje daar. Erachter zie ik verder eerste... niet, maar... Dan is die op de eerste verdieping. Dat is heel goed, Marijn, dankjewel. Dan weet ik waar die zit. Dan volg ik jou nu, hoor. Ja. Want aangezien we geen guards meer hebben, dan...
Pas op bij die deur hier, oh. Hier zit een deur. Ja, ik wacht. Ik ga onze 6 in de raad. Clear, go, 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 go. Ja, heel mooi. Ik zie al een item daar beneden, dat komt zo. Is de kaart. Ja, in de keuken is hij. Oké, dank je. Kan je marken? Ja, op een of andere beneden manier. Ons. Kijk maar onder ons. Ah ja, juist. Hij is in de kamer onder ons nu. Oké, ik wacht. Hou je kaak nou eens, Bane. Oké, God. Niks aan de hand, niks aan de hand. Dus gooi mij even hier ergens. Ik neem hem. Kut. Deze kant, volg mij maar. Ja. Gooi maar even hier. Kunnen wij komen? Nee. Nog even wachten. Wij hebben nu alle guards, volgens mij. Camera's is nu het probleem. Camera's, die verschiet ik ze niet dood. Neer. Nee, dan komt er sowieso een guard. Er zit waarschijnlijk nog wel ergens een guard in een hokje. Ik zou hem zo bij elkaar slaan, hè, die gozer. Ik heb hier geen zo'n zakje stoppen. Camera, dus ik kan alvast een item pakken. Ik zie nog een camera hier hangen, vent. Jij kan via die deur, als je nu naar links gaat, kun je hem zo melee'en. Hij zit daar. Recht boven je. Perfect. Hier zie ik geen camera, ik ga zoeken, ja? Ja, zoek maar items. Jackpot. Jullie kunnen ze ook spotten met die camera's, hè? Als je die tablet ligt nog op dat kastje in die gang. Richting battle. Hoor je dat? Oh, dat is die gast boven, nevermind, sorry. Ja, maar dan moet je niet meer aan de gaten houden. Ja, ik zie hem, Marijn. Nice gemelied. Ik ga zijn kantoor. Oh shit. Ja, daar ligt een tablet. Ja, ook een camera, vent, bij jou. Michael. Even kijken waar die zit. Oh, daar, in de keuken. Oké, wacht even. Ik kan een alternatieve route pakken omdat het melee als je wil. Ik kan ook dit doen. Ik heb er hier ook één. Ik schakel hem uit. Oké. We moeten echt 100% zeker zijn, dan pas naar binnen, jongens. Vandaar. Ik ben bij zijn kantoor, ik ga kijken. Ik heb die andere camera ook. Oh wacht, ik heb hier ook camera's. Ik heb hier zijn tablet in zicht. Echt op. Ja, jackpot. Ja, inderdaad. Perfect. Ik ben aan het kijken voor je. One more, keep looking. That's one of the external hard drives. We hebben alles. Jullie kunnen bij de computer alles neerzetten nu. Je hebt een keycard, hier kan ik deze deur. Niks, hebben we niet nodig. Oké. Okay. Rick, Marijn. Ja? Ga eens van de laptop af en je kunt dingen neerzetten bij de laptop. Doe dat maar. Oh ja. Wat kun je neerzetten? Ja, Tom. Oh. Xan, jij moet naar zijn kantoortje gaan. Weet je wat dat is? Waar die security door zit, van boven. Ja. Ik heb de safe. Ik ga naar zijn kantoor nu. Ik heb geen safe. Ik moet eens een kluis zoeken. Ik ben in zijn kantoor, ik zie het. Overrijd nu. Clear. Overrijd gedaan. Goed, oké. Je kunt de vault nu openen. Turn on de vault camera feed as well. Jullie moeten dan naar boven blijven, want jullie krijgen een objective. Ja, ik zie de camera feed van de cloud. Ik weet niet waar die is. Dan gaan we nu zoeken. Zo te zien zit hij iets hoger. Ja, ja, die is sowieso verdieping hoger. Gok zelfs. Ik gok zijn kantoor en dan het... Kan. Moment. Maar jullie krijgen nog zakken daar en die kun je door zo'n afvuur naar beneden gooien. Waarom denk je dat het onder de trap zit? Ja, dat lijkt wel een beetje hetzelfde level, ja.
Alleen helemaal aan de andere kant van het level. Ben ik er in de buurt? Ja, je bent nu ja, heel Ja, jullie in komen buurt. In de buurt. Jullie worden warmer. Niet naar beneden gaan. Nee, terug naar boven toe. Oh, jullie ik weet het. Heel... Ik ja. heb hem gevonden. Ja. Warm, warm, heel warm. Hebben ze. Heet. Jackpot. Oké, okay, wacht even. Er zit nog wel levens achter. Get up on the roof and our guy will throw you the coke. Jongens, jullie kunnen de coke door zo'n... Ik doe het wel even. Door zo'n buis gooien bij jullie in de buurt. Ja, die wij gekocht hebben. Ja. Ja, ik zie het. Er zit zo'n gat in en dan kan je hem erheen gooien en dan krijgen wij hem. Ja, oké, hij is eentje gedaan. Beneden, Xan. Dan doen wij hem in de kluis. Dan planten we de shit, ja. En we hebben nog één obstakel, hè. En dat zijn die lasers zo dadelijk met de kluis. Oké. Hoe doe je dat dan? Xander moet ze uitzetten met de computer, dan ga ik de kluis in, gooi ik ze eruit en zodra dat ding begint te piepen stop ik, wacht ik Xander weer de computer overuit, gaan de lasers weer uit en zo doen we dat. Sounds good to me, man. Wat was het de laatste zak? Gaan we volgende keer wel een iets interessantere missie doen, man. Dit vind ik juist interessant. Ja, voor jullie is het interessant. Ja, maar... Dit is XP voor jullie ook, hè, en cash. Maar één ding, jij bent nog niet geskilled genoeg in Ghost en Mastermind om dit te kunnen doen. Dat is het. Nee, dat geloof ik ook wel, maar hier is toch voor ons geen zwaar, van in ieder geval, ik vind het dichter hier en niet zoveel aan. Ik moet door de camera een beetje wachten voordat we verder zijn. Ja. Ik heb de laatste. Xan, ga je naar de computer? En jullie twee kunnen naar beneden komen. Ik weet niet hoe dit werkt, maar uit. Volg mij. Yes, sir. We helpen sleuren of... Zodra die oplicht, doe je typen. En okay. Wij gaan sleuren. Ik gooi de zakken naar jullie en jullie brengen het naar boven. Komt-ie. Zie je? Er zijn lasers. Ik kan weer overrijden, ja? Ja, ja, doe maar. En... done. Maar ik ga wel naar Michael toe om te helpen. Nee, je moet gewoon de zak aanpakken. Oh, jezus, jongen. Het is helemaal vol. Hij gaat weer af, Xan. Ja, gaat-ie. Deze bags moet ik alvast naar boven brengen. Alsjeblieft, ja. Weet je veel te zijn. En done. Overrijd. Marijn, kom jij onderaan bij de trap staan? Ja. Hij gaat weer af. Ja. Ja. Overuit. Wie deed het de kluis dicht? Deze zakken. Iemand deed het kluis dicht. Goudzakken. Oké, ik heb ze allemaal. Als jij ze daar onderaan die trap legt, doe ik het volgende stukje wel. Ik heb ze allemaal. Piepen. Kijk uit, jongens. Ik heb ze allemaal. Allemaal met de coke. Geen overuit meer? Cash. Nee. Wow. We are in the wrong line of work, gentlemen. Check hoeveel zakken, dat is allemaal gold, hè. Oh, wauw, man. Fucking awesome. Kijk, dat vind ik nou cool. Kan ik er ook een lijkzak in gooien? Ga ze meenemen. Ja. Je zou bijna zeggen van god, ik moet maar zeg bakken gaan beroven. Ja. Je zou bijna de neiging hebben ook. Nu gaat er zo'n klein pieps bij de AIVD. Dat is die lock weer op Xander's PC. Ah ja. Ligt de coke er ook in? Ja. Nee, die kan niet pakken, dat is voor hem. Dat is voor hem. Waarom was dat ook weer? Om te planten of zo? Om hem, hoe heet het? Een bericht te sturen. Zwart te maken. Dan kan je net zo goed een watermeloen neerleggen, dan wordt het ook zwart van. Dan denken mensen ook dat het zwart is. Ja, weet je wat, jij mag wel helpen hoor, kom maar mee. Ja. Nee, nou wil hij ook zijn deel, fuck off. Het enige wat ik doe is een beetje gaan zitten schreeuwen als jullie stel bezig zijn.
Ja. Ja, verdomme. Geen geduld, man. Anderhalve ton per bag, hè. Nou, daar komt de laatste zakken, jongens. Hey! Ja. God, Xander! Goh, ik had van een vrouw, man. Jezus. Dat is goud, hè? Dat zou 60 kilo per zak zijn. I wasn't even there. Achievement. Oeh, 1,8 mil. Oh. Holy crap. Nice. 4,5 ton. 20k XP zo ongeveer. Ik ben level 30 nu. Oh damn, dude, dat gaat hard. In het begin van de avond had ik nog geen level, hè? Ja. Yes, en ik krijg nog geld extra. Nog een ton extra. Je moederbord. Oh.